Dit is de DJI Ronin S, een stabilizer geschikt voor spiegelreflex en systeemcamera's. Bij het uitpakken zie je al meteen een heel mooi groot voordeel. En dat is dat de Ronin S wordt geleverd in een hard piepschuimend opbergkoffer. En dat zorgt ervoor dat je mee kan nemen en opruimen zonder dat je het behoefte hebt aan bijvoorbeeld een extra pellycase. Maar wat zit er allemaal in die koffer? Nou, natuurlijk de stabilizer zelf. Er wordt een USB stroomadapter meegeleverd. Een snelkoppelingsplaat voor het bevestigen van de camera. Natuurlijk een flinke accu. Het mini-statief dat meegeleverd wordt, waarmee je hem op oppervlaktes kan zetten. Maar je kan hem ook onder de batterij bevestigen, zodat je een extra lang handvat hebt voor extra stabiliteit. En een etui met daarin allerlei verschillende kabels en extra schroefjes. En dan het leukste, het in elkaar zetten van het geheel. Daarvoor beginnen we met het statief, zodat je op een stabiele basis aan het werken bent. Daarbovenop zetten we dan de batterij, wat dan ook meteen de handgreep is. Dat handvat is voorzien van een 1/4 en een 3/8 inch, zodat je op verschillende soorten statieven hem kan bevestigen. En daarna kan je de stabilizer zelf bevestigen op het handvat en lok hem even, zodat hij ook echt goed vast zit. Als je je camera op de DJI Ronin S hebt gezet, is het heel erg belangrijk dat je hem balanceert. En wij hebben dat hier alvast gedaan. En als hij goed gestabiliseerd is, dan maakt het niet uit in welke positie je hem neerzet. Hij zal altijd die positie blijven behouden. En wat is hier nou zo belangrijk aan? Het zorgt ervoor dat de motoren van de gimbals minder werk hoeven te verrichten en dus ook minder stroom verbruiken. En het resultaat is dat je er langer mee aan de slag kan. De Ronin S zit natuurlijk weer boordevol met handige snufjes. Zo is het mogelijk om door middel van het focuswiel je focus aan te passen. En dit wordt op dit moment ondersteund voor de Alpha-serie van Sony en de GH-serie van Panasonic. En in de toekomst zullen er meer merken en modellen beschikbaar worden gemaakt door middel van firmware-updates. Het ergonomische ontwerp van de DJI Ronin zorgt ervoor dat hij echt goed in de hand ligt en dat je de knoppen goed binnen handbereik hebt. En je kan dus eventueel dat statief inklappen zodat je nog een extra verlengd handvat tot je beschikking hebt. Voorop zit een trigger en die trigger die is handig voor verschillende dingen. Hou je die namelijk ingedrukt, dan zal de gimbal automatisch de positie behouden die hij heeft op dat moment. Druk je er 3 keer op, dan gaat hij naar de selfie modus. En het mooie in de selfie modus kan je goed zien dat het ontwerp van de gimbal ervoor zorgt dat het display altijd goed zichtbaar is. Druk je 2 keer op de trigger, dan gaat hij weer mooi terug naar zijn gecentreerde positie. Bij een technologisch hoogstandje als de Ronin S hoort natuurlijk een eigen app. En DJI heeft dan ook een eigen app voor de Ronin S. Met deze app kan je allerlei instellingen van de stabilizer aanpassen. Je kan opnames starten en stoppen. En wat ook heel handig is, is dat je bewegingen alvast in kan programmeren en opslaan. En zodat je ze met 1 druk op de knop uit kan laten voeren. Het handige van die voorgeprogrammeerde bewegingen is dat je continu eenzelfde shot kan gebruiken als er een opname mislukt. En dan de proef op de som. Stabiliseert die echt zo goed als dat ze zeggen? Een goed bedoelde tip, maak gebruik van een hoog diafragma getal. Wij hebben dat nu niet, maar vooral in deze selfie stand waar ik hem nu hou, waarin je wat minder goed bij het wiel kan voor de focus, kan dat heel handig zijn. Dat die hoge waarde zorgt er namelijk voor dat heel veel in je beeldveld scherp is. Zoals je hebt kunnen zien, de bediening is echt enorm eenvoudig. En dat is mede te danken aan de goede plaatsing van de bedieningsknoppen. De eerder genoemde focusknop voor het scherpstellen. Er zit een knop om eventuele presets te selecteren. Niet onbelangrijk, de opnameknop om opnames te starten en te stoppen. Ook natuurlijk de joystick voor het bedienen van de gimbal. Heb je nou verder nog vragen over de DJI Ronin S? Stel ze hieronder in de comments. En vond je de video leuk? Geef me een duimpje. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.